Een brand met twee dodelijke slachtoffers in Arnhem. Ook voor de omwonenden was het een klap. En voor de verwerking kwamen ze gisteravond samen. Gratis ontbijt op scholen, dat zie je al vaker. Maar op sommige scholen wordt nu ook menstruatiemateriaal uitgedeeld. En naar school in een grote touringcar, dat lijkt luxe, maar het is wel uit nood. Ja, maar inderdaad uit nood geboren. Maar wat moet, dat moet. Goedenavond. De saamhorigheid en steun voor elkaar in de Arnhemse buurt, waar dinsdagavond een grote brand twee mensen het leven kostte, is groot. Dat bleek gisteravond tijdens een informele bijeenkomst in buurthuis De Nieuwe Hommel. De buurtbewoners kwamen samen om te praten, te eten en spullen in te leveren voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van de brand. Er is een enorme opkomst. Er hangt eigenlijk een veel prettigere sfeer dan wat we hadden verwacht. Er is een enorme sfeer van steun, samen zijn. Na wat de bewoners van de Wildstraat hebben meegemaakt deze week, hebben ze er behoefte aan om samen over de fatale brand te praten en hun zorgen en verdriet te delen. Een beetje dubbel gevoel, hè? Ja. Aan de ene kant hartstikke gezellig natuurlijk. En aan de andere kant is het toch minder prettig. Want de gezelligheid van de avond staat haaks op de dood van de twee mensen als gevolg van de brand. Hoe hard dat ook aangekomen is, de buurt denkt ook aan de mensen die alles kwijt zijn geraakt. Er is ook ontzettend veel kleding ingezameld waar we heel blij mee zijn voor iedereen die alles is verloren. Sokken, ondergoed, tasjes met verzorgingsspullen. De mensen hebben geen huis, het gaat ook om onderdak, maar ook kleinere dingen zoals een tandenborstel. Daar kwam ik ook wel eens vet later van, oh, hebben we tandenborstels of zo? Burgemeester Marcouch van Arnhem kwam later op de avond ook met de buurt praten. Hij is blij met de inzet van de vrijwilligers van het buurthuis, maar ook van de ondernemers in de buurt die de gedupeerden van de brand helpen. De oorzaak van de brand in de Wildstraat wordt nog onderzocht. 10% van de jonge vrouwen in Nederland heeft niet altijd geld om menstruatieproducten te kopen. En daardoor worden ze beperkt in hun dagelijks leven. En om die reden heeft het Dulon College in Ede menstruatiekastjes in het leven geroepen. Leerlingen die het niet kunnen betalen kunnen op deze manier gratis tampons of maandverband halen. Hier op het genderneutrale toilet van het Dulon College hangt hij, het eerste menstruatiekastje van Ede. Ja, ik vind het al mooi geworden. En het is natuurlijk handig dat je, stel je wordt het op school, je krijgt menstruatie op school, dan hoef je niet per se naar een vriendin te gaan en dan kan je het gewoon hier uit het kastje pakken. En vooral handig als je het niet kan betalen. Uit onderzoek blijkt dat dat geldt voor 1 op de 10 meisjes. En daarom hangt dit kastje er dus. Als je in armoede leeft, moet je keuzes maken tussen brood kopen of een maandverband. En dat moet niet gebeuren in onze gemeente of in heel Nederland. Het is een initiatief van vakbond FNV en het Armoedefonds. In Gelderland zijn er inmiddels 231 van dit soort kastjes, waaronder dus deze op het Dulon College. Ja, volgens mij weet niemand het uit mijn klas. En ja, ik zit eigenlijk ook alleen maar in een klas met jongens, dus die boeit het ook niet echt. Werk aan de winkel dus. De meiden worden via flyers en posters gewezen op het menstruatiekastje. Kinderen van de Verschoorschool in Nunspeet worden met een touringcar naar school gebracht. Voorheen gebeurde dat met kleine busjes, maar door een tekort aan chauffeurs is de vervoerder nu gedwongen om het zo aan te pakken. Geen luxe, maar een pure noodgreep dus. Ga heel snel moet je alles doen en dan moet je meteen in de bus, want ik ga als eerste in mijn eentje erin. Ze kunnen ons op het tablet volgen waar de bus rijdt. En dat geeft op name de middag weer rust, dat ze weten hoe laat ze bij de halte moeten staan, dat ze niet een kwartier te vroeg staan. Vroeger zat je gewoon in een klein busje met 8 kinderen en nu zit ik meteen in een bus met 36 kinderen. Hoe is dat? Soms is het wel leuk, maar soms ook niet. Dus jij mag kiezen, welke zou het dan worden? Een grote bus, want dat is veel gezelliger. Genoa, kom maar. We moeten vroeger opstaan, omdat we ook eerder moeten aankleden en sneller weg moeten. Nu moeten we bij een bushalte wachten en daarvoor werd je gewoon bij huis opgehaald. Het is natuurlijk uit nood geboren. Het is ook een beetje een ver-Amerikanisering, hè? Een beetje die old school bus. Ja, ja, dat klopt. Ja, maar inderdaad uit nood geboren. Maar wat moet, dat moet. Het project is gestart omdat ze gewoon chauffeurs tekort komen. En dan kunnen we zien, route afrijden, aftellen, et cetera, et cetera. Dan komen de kinderen erop, als het goed is. En dan, die zijn nu verwijderd omdat ze op school zijn. Maar dan kunnen we dus per kind kunnen we aanklikken van nou, wie zit in de bus en wie komt op school.
om 8:55 weer uit de bus. Er zijn wat regels. Dat is niet te hard schreeuwen, gillen en dat soort dingen. Niet roepen naar elkaar. Wat doen jullie dan 's ochtends vroeg met z'n allen in die bus? Kletsen, op telefoon, spelletjes doen en zo. Ben je nu moe? Ja. Maar je hebt het er wel voor over? Ja. Straks in deze uitzending, we hebben het al jaren over de wolf die weer in Nederland woont. Maar het zou maar zo kunnen dat daar ook nog eens de lynx bij komt. We kennen allemaal huiskatten, we kennen allemaal tijgers. Nou, daartussenin zit een beetje de lynx. Werknemers van afvalbedrijf Avri gaan volgende week staken. En dat betekent dat er maandag tot en met woensdag geen of slechts beperkt afval wordt opgehaald in 8 gemeentes in het riviergebied. De staking heeft te maken met de vastgelopen cao-onderhandelingen. Ook de milieustraten zijn gesloten vanwege de staking. Afgelopen nacht zijn er in Arnhem 2 voertuigen verwoest door brand. Op de Pinksterbloemstraat stond een auto in brand en op de Veerpolderstraat een bestelbus. Het vermoeden is dat er sprake is van brandstichting. De politie doet hier verder onderzoek naar. En in Ermelo hebben tientallen bewoners gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van windmolens in Telgt en Horst. Ze deden dat voor het gemeentehuis, waar een aantal belanghebbenden ook mocht inspreken. Wij willen ze niet. Wij willen dat deze natuur met rust gelaten wordt voor welke bebouwing dan ook. Windpark, huizenbouw of industrieterrein. Omwonenden zien liever een alternatief voor de windmolens, zoals bijvoorbeeld een zonnepark. De beuk heeft het zwaar door de klimaatverandering. De bomen die langs ouderwetse beukenlanen staan, die zijn vaak erg oud. En als ze dan ook nog eens met droogte te maken krijgen, betekent dat in veel gevallen het eind van die bomen. Ze worden geveld en vervangen door koningslindes, zoals op landgoed Laren in de Achterhoek. Een mooie oud-Hollandse beukenlaan op een landgoed in het Achterhoekse Laren die geveld wordt door de kettingzaag. Je hoeft geen bomenknuffelaar te zijn om dat zonde te vinden. Dan zie je dus gewoon zo'n boom die het loodje gaat leggen. En dat doet wat met je. Maar het vellen van de bomen is nodig voor de veiligheid. Ze zijn slecht geworden vanwege hun leeftijd en door de afgelopen droge jaren. Ja, 100 jaar geleden kon het natuurlijk. Dat veel beter dan nu. We hebben nu meer te maken met die klimaatsextremen. 2019, eerste keer boven de 40 graden. Daar kunnen ze veel slechter tegen. Maar er zullen altijd plaatsen in Nederland zijn waar ze wel kunnen gedijen. In bossen, gesloten bossen, met een goed microklimaat. Daar doen ze het goed. Deze groeien nog even door. Komt de lynx naar ons land, naar de Veluwe? Het roofdier komt volgens ARK Natuurontwikkeling steeds dichterbij. En de vraag is, moeten we ons zorgen maken? De lynx komt eraan. Dat zegt Lars Soerink van ARK Natuurontwikkeling. We kennen allemaal huiskatten, we kennen allemaal tijgers. Nou, daartussenin zit een beetje de lynx. De lynx is de grootste Europese kat. Hij is al op 20 kilometer van Winterswijk over de grens in Duitsland gespot. Lars denkt dan ook dat de lynx naar ons toe komt. De Veluwe is een prima plek voor het roofdier, zegt Lars. De Veluwe is groot genoeg. De Veluwe is in principe ook bos- en dierenrijk genoeg. Er lopen hier voldoende reeën en ook wel zwijnen rond. In de basis is de Veluwe als een van de grootste bosgebieden aaneengesloten van West-Europa. Echt een potentieel heel geschikt leefgebied voor lynxen. Hier in een Duits natuurwildpark verzorgt Patty Bijlsma deze roofdieren. Volgens haar zijn lynxen niet gevaarlijk voor de mens. Wij kunnen hier ook gewoon naar binnen toe. Doen we altijd met z'n tweeën, want het zijn potentieel gevaarlijke dieren. Maar ze hebben nog nooit iets willen doen. Meestal gaan hun er vandoor als wij erin gaan. Zullen de mensen niet snel wat doen. Een hoofdmenu is eigenlijk vooral ree. Maar ze eten ook veel kleinere dieren. Konijnen, hazen, kleine knaagdieren, kleine vogels. Schapen. Heb ik nog niet van gehoord dat dat in de beurt is. Maar hoe zit dat met de al aanwezige wolven op de Veluwe? Een lynx zal zelfs een wolf doden als hij de kans krijgt. En andersom een wolf ook een lynx. Het is de manier van de natuur, ook voor grote roofdieren, dat ze elkaar een beetje in balans houden. Krijgt u nog het weer?
Vannacht blijft het bewolkt, maar op de meeste plaatsen wordt het wel droog. Bij matige westenwind wordt het niet kouder dan 7 graden. Morgen overdag dan komt lokaal de zon even tevoorschijn. Verder is het tamelijk grijs weer, met maxima die uitkomen rond 10 graden. En daarmee is het ronduit zacht voor begin februari. Vanaf het weekend komt de zon vaker tevoorschijn en daarbij gaan de temperaturen een paar graden omlaag. In de nieuwe week vriest het 's nachts enkele graden en overdag ligt het kwik rond 5 graden. Voorlopig blijft het dan droog. En dit was het Gelders Nieuws. Voor meer nieuws kunt u terecht in onze app en op de site. En ik wens u nog een fijne avond.